Volgende categorie is lifestyle. De genomineerden in de categorie lifestyle zijn... De beste smaak van Nederland. Broers. Celine Charlotte. Geuzen en Gorgels. Vrouw Mibo, de podcast. Ja, welke is het? Welke wordt het? Volgens mij de categorie met de meeste fans, als ik het zo eens een beetje begrijp in de cijfers. Maar ja, welke van deze wordt het? Beste smaak van Nederland? Toch die broers? Ja, het kan allemaal. Spannend, hè? De winnaar, kom maar. Druk op play. En de winnaar is... Broers. De twee broers komen naar beneden. Heren, gefeliciteerd. Dankjewel. Staat hij aan? Ja, hij staat aan, als het goed is, ja. Ja, ja, ik kreeg vooraf wat commentaar op dat blijkbaar een spijkerbroek niet bij tenue de viel hoort. Maar, je bent undressed, wat ben je aan het doen? Ja, dat hoeft helemaal niet. Je hebt je niet aan onze outfit gehouden. Nee, ik vind het wel beter, moet ik zeggen. Dat lijkt me heel relaxed. Jongens, vertel. Oh. Wie willen jullie bedanken? Ja, we gaan mensen bedanken. Eerst Edwin voor het geluid, dankjewel. Luisteraars, iedereen die heeft gestemd, super bedankt. Het is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Ik weet niet wat Jort net claimde, klopt niet. Het is echt niet normaal met hoeveel jullie zijn. Ik heb nog en, hoe jullie ons supporten. Ik weet niet naar wie je kijkt. Daar. Hoe jullie ons supporten. Verder hebben we niet zo heel veel te zeggen. Eigenlijk puur alleen volgende week, precies over een week, verkopen we ons drankspel Trein op de Spuitkots. Het is het beste drankspel die te koop is. Het is nog 10 keer beter dan de eerste. En dat is een fenomeen in Nederland geworden. Dus 21 november, Trein op de Spuitkots 2.0. Doen. Ik lees hier in de juryrapport, alles wat je misschien niet eens met je vrienden zou willen bespreken, zeggen zij wel tegen elkaar. Het is grappig, vaak echt te gek voor woorden. En net als je denkt dat het dan niet gekker kan, dan wordt het toch nog gekker. Van een badkamer die in de fik vliegt, tot over een bar rennen in een volle kroeg. Ja, dat was één aflevering. Ja. We zijn... wat wij dachten, waar wij eigenlijk aan toe waren, is iets nieuws. En dat is dat er niet meer rekening wordt gehouden. Dat zijn wij gaan doen. Wij houden nergens rekening mee. De eerste afleveringen zijn het woordje kanker eruit gaan bliepen. Dat doen we ook niet meer. Puur omdat we daar geen zin in hebben. We willen gewoon alleen zeggen en alleen vertellen wat wij willen vertellen. En niet in de edit nog dingen eruit halen. En ik denk dat daar ook de jeugd aan toe was. Als een soort niet als tegengeluid van nu dat heel veel niet meer geaccepteerd wordt. Maar gewoon... voor comedy daarnaast. Want comedy, dat heeft geen grenzen. En dat bewijzen wij, want we hebben deze gewonnen. En ik moet daarbij zeggen dat uit de cijfers ook blijkt dat jullie de meeste publiekstemmen hebben van alle podcasts die vandaag hebben meegedaan. Dat betekent niet dat jullie de grote prijs straks gewonnen hebben. Maar applaus mag er al wel voor Sam en Rijk Hofman. Broers. En mag ik even zo'n spel dan? Of niet? Ik ben wel benieuwd. Wat is het voor spel dan? Ja, als ik gratis spullen kan claimen, dan wil ik het ook wel. Ja. Oh, niet? Oh, ik moet... Wat is dit? Hij komt proberen. Als je het netjes had gevraagd, dan wel. Oh.